Samen bereiken we minder. What? Ja, minder voedselverspilling. Want daar hebben we uiteindelijk meer aan. Wist je dat we wereldwijd 1/3 van al ons eten verspillen? En dat terwijl het met aandacht is gemaakt en al een hele reis achter de rug heeft. Zonde als dat verloren gaat. Van de energie die erin zit en voor het klimaat. Daarom komen we, bedrijven, organisaties en overheid, samen in actie. En willen we dat zoveel mogelijk bedrijven zich aansluiten. Want samen kunnen we meer maken van minder. Door onze krachten te bundelen kunnen we bijvoorbeeld een marktplaats voor restvoedsel opzetten en kromme groenten in prachtige producten verwerken. En zo kunnen we voedselverspilling met de helft verminderen. Jij kunt ook meedoen. Alle kleine beetjes helpen. Net als grote beetjes. Zo maken we samen het verschil voor nu en de toekomst. Samen tegen voedselverspilling. Samen tegen voedselverspilling. Dat is eigenlijk het kernthema van vanmorgen. Want voedselverspilling is, zoals jullie net in het filmpje hebben kunnen horen, een groot probleem. Dat gewoon 1/3 van al het voedsel wordt weggegooid. Wie van u gooit er zelf wel eens voedsel weg wat over is? Dat zijn zo'n beetje iedereen. En dat is best veel. En de mensen thuis ook van harte welkom. We zien jullie graag even in beeld. Want voor de mensen hier in de zaal, we hebben een livestream. Mensen thuis kijken mee. Kunt u thuis even uw camera aanzetten? Voor het idee, dan krijgen we jullie even hier op de schermen in de zaal te zien. En dan kunnen we even kijken wie we thuis erbij hebben. Ik kijk ondertussen naar mijn scherm hiervoor. En de techniek die doet heel hard het best om de Zoom-mensen erbij te krijgen. Maar ondertussen, we zitten hier bij Boer Kok in Lelystad. En dat is een prachtig mooi voorbeeld waar er heel zorgvuldig wordt omgegaan met voedsel. Aan het eind van de ochtend, vlak voor de lunch, horen jullie daar nog wat meer over. En het is de eerste keer dat het platform Circulair Flevoland een bijeenkomst organiseert over dit thema, voedselverspilling. Zijn de mensen in de Zoom erbij? Het is altijd heel spannend. Nou, reageren ze in de chat, Bart? Want voor de mensen thuis is het zo, u kunt uw vragen in de chat stellen en die worden dan doorgezet hier naar de zaal. Voor de sprekers, voor de deelsessies, waar u ook de vragen kwijt zou willen. Nou, ze zijn erbij. Nou, daar gaat het om. Ze zijn erbij thuis. We maken er met elkaar een mooie ochtend van. We hebben voor u een aantal mooie sprekers. Mooi programma is er samengesteld. Even kijken, dan gaan we die even schakelen, het programma. Ja, dat ben ik. Ik ben Tineke Stuyfsand. Ik ben vandaag jullie dagvoorzitter. Wat zeg je? Kan ik de PowerPoint in beeld krijgen? Ik zit druk te klikken, maar die... Jullie zien het wel. Nou, dat is grappig. Misschien heb ik dan al lang veel te ver doorgeklikt, inderdaad. Kijk, dan gaan we gewoon even terug. Want dit is het programma. En het programma, nou ja, dat wijst zich dan eigenlijk vanzelf. We hebben straks matchmaking. Denk vast na over als je reststromen in de aanbieding hebt of op zoek bent naar grondstoffen. Dan kun je dat door middel van een pitch, kun je daar straks je verhaal, je oproep voor doen hier live in de zaal. En voor de mensen thuis geldt wederom, stel die vraag via de chat. Dan nodig ik graag onze gedeputeerden uit. Hier bij mij, Jan-Nico Appelman en Cora Smelik. Want met hen ga ik in gesprek. Jullie mogen allebei een microfoon nemen. Wat was nou je eerste reactie toen je zag dat bijna iedereen gewoon altijd voedsel weggooit? Heel herkenbaar. Heel herkenbaar. Ik ben zelf in de gelukkige omstandigheid dat ik een tuintje heb.
Ik gebruik mijn groene container niet. Ik composteer zelf sinds een aantal jaren. Dat is een hele wetenschap, composteren. Maar het is ook ontzettend leuk. Dus mijn rabarber en mijn doordragende aardbeidjes, die voorzie ik van mijn eigen gemaakte compost. Okay. Maar het zet je wel voortdurend aan het denken over ook wat je in je persoonlijke leven kunt doen om die voedselverspilling ook tegen te gaan. En hoe groot die stroom ook eigenlijk soms is. Precies. Dat verbaast me ook. Ja, klopt. Ja. En voor jou, hoe was dat om dat zo te zien? Ja, dat is natuurlijk, iedereen dat doet. Dat is natuurlijk herkenbaar. In elk gezin wordt veel weggegooid. Ik weet nog, mijn dochters die lachten mij altijd uit dat ik dingen altijd in bakjes deed en dan weer bewaard. En dat we klietjesdagen hadden. Dat noemden ze me altijd moeken. Maar toen ze in de supermarkt gingen werken en een bijbaantje kregen, toen schrokken ze hoeveel er in de supermarkt wordt weggegooid en doorgedraaid. Ja. En werden ze toch wel mee geconfronteerd dat ja, als iedereen het zoveel doet, dat weggooien, dat het gewoon niet de goede kant op gaat. Nee, als iedereen dat doet, zoveel weggooien, gaat het niet de goede kant op. Dat is natuurlijk een wereldwijd probleem. Het is een mondiaal voedselvraagstuk. Kun je daar eens wat over zeggen en dan inzoomen op de Flevolandse omgeving juist? Vanuit Flevolands perspectief? Ja, maar ik vind het wel goed dat je het zo benadert ook van een mondiaal probleem. Het is vooral ook, ik zou het persoonlijk bijna een moreel en ethisch probleem vinden als je kijkt naar de struggle for life voor een heleboel mensen hier ver weg. Hoeveel moeite wij moeten doen om gewoon goed en gezond voedsel te produceren. En als je dan realiseert dat in die hele keten mondiaal gezien ruim 30% verloren gaat. Ja, dan vind ik dat bijna ook moreel eigenlijk volstrekt onacceptabel. Ook in relatie tot zeg maar wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt met mensen die iedere dag moeten vechten voor voedsel. Ja, ja. En als we dan kijken naar Europa en naar Nederland, dan denk ik dat we een toenemend bewustzijn hebben als het gaat over voedselverspilling. Dat zie je ook terug in het Europees beleid in de farm to fork, de van boer tot bord strategie. Mm-hmm. We leren steeds meer om naar het hele voedselsysteem als totaal te kijken. In Flevoland proberen we dat ook steeds sterker te doen. We zetten bijvoorbeeld in Almere in. Ik vind het ook heel goed dat heel veel gemeentes steeds meer inzetten op voedselbeleid en voedselbewustzijn. Ja. Met voorlichtingsprogramma's, met scholen, maar ook nadenken over voedselpolitiek. En wij proberen daar in Flevoland ook met de Eres Hogeschool in Almere een thema van te maken rondom stedelijke voedselvoorziening. Meer nog praktisch, ook we produceren in Flevoland ontzettend veel groene grondstoffen. Mm-hmm. We hebben, en daar gaan we vanmiddag en vanmorgen ook naar kijken, ontzettend veel grondstofstromen, groene grondstofstromen, die we eigenlijk nog een hele andere richting op kunnen duwen. En daarvoor al, zeg maar, als je het dan hebt over het komt van het land, het moet bewaard worden. Ja. Worden daar acties op onder? In Flevoland hebben we alle schakels in de keten, van boer tot en met consument. De verwerking, de logistiek, de bewaring, de conditionering. En in al die schakels, daar worden verliezen geleden. En ik denk dat hier ook partijen in de zaal zitten, en die hebben we ook in Flevoland, die in al die schakels een rol spelen. En ik wil er wel voor inspannen dat we ook samen met onze ontwikkelmaatschappij, met onze provinciale programma's, in al die schakels effectief beleid kunnen maken om die verliezen ook terug te dringen. Ja. En ik denk dat vandaag ook een mooi moment is om te markeren dat we daar ook echt actief mee aan de slag gaan. Bijvoorbeeld ook met de Stichting tegen Voedselverspilling. Ja, daar kom ik zo meteen nog op. Want je noemde net even het beleid. Beleid is natuurlijk, dat is meer jouw afdeling, Cora. Al de doelen, die wereldwijde doelen, de doelen hier in Flevoland en de persoonlijke doelen. Het mag wel wat minder met voedselverspilling, is allemaal prachtig. Maar zijn we niet vooral ingesteld op lineaire economie, ook wat wet en regelgeving betreft? Ja, dat klopt. We zitten wat wet en regelgeving betreft en beleid echt nog in het oude systeem. En we moeten naar een heel nieuw systeem waarin de hele keten zich op een andere manier met elkaar gaat verhouden. En de wet en regelgeving die past daar eigenlijk nog niet bij. Ik zeg altijd, wet en regelgeving gaat over gisteren en innovatie en verandering gaat over morgen. Nou ja, die twee op zijn minst naar vandaag brengen, dat is nog wel een uitdaging. En je ziet dat in een aantal voorbeelden, dat voedselveiligheid, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. In Europa zijn al die regels verschillend. Ze passen ook niet altijd bij van hoe ga je nog bepaalde stromen opnieuw gebruiken of langer bewaren. Maar je ziet het ook in, is iets een afvalproduct of kan je het nog weer als grondstof gebruiken? Als je daar niet goed over nadenkt om al die regels meer stimulerend te laten zijn voor een circulaire economie en het bestrijden van afval,
Dan is dat, dan komt het niet goed van de grond. Nee. En het is, ik moet tegelijkertijd zeggen, het is heel weerbarstig. En wat is dan de taak van jullie als gedeputeerde of van de provincie? Hoe doen jullie je best om die wet en regelgeving op een goede manier aan te scherpen daarin? Nou ja, we hebben natuurlijk een signaalfunctie naar het Rijk toe en ook naar Europa om te kijken van hier zit het klem. Dus dat doen we met regelmaat. En wat we zelf doen is bijvoorbeeld met de Omgevingsdienst zijn we een project begonnen om te kijken van hoe gaat dat nou met circulaire economie? Hoe kan je bijvoorbeeld beter een einde afvalstatus krijgen voor bepaalde producten? Ik kan een voorbeeld noemen, koffiedik, dat was altijd... Ja. Een afvalproduct. En als je daar dan paddenstoelen op wil kweken of iets dergelijks, dan werd je ineens een afvalverwerkende inrichting. Dus van een afvalproduct, koffiedik, wat we misschien in de tuin gooien, maar veelal verdwijnt het gewoon. Hoe noemde je dat zo mooi? Wordt het dan een van afval wordt het een... Grondstof. Ja, wordt het een grondstof, maar je had er net een hele mooie term voor. Ja, ik weet het niet wat je bedoelde. Nou, maar... ik zei iets heel slims, daar ben ik het eens. Ja. Nou ja, een afvalverwerkende, nou ja. Nou ja, als jij dus een koffiedik, een paddenstoelenkweker bent op koffiedik, dan werd je een afvalverwerkende inrichting. Dat vind ik geen mooie term, dat is eigenlijk een hele ambtelijke en wettelijke term, maar dat kan je wel in de weg zitten. En nu heeft de Omgevingsdienst gekeken van we kunnen daar dat afvallabeltje kunnen we daarvan afhalen, zodat dat ook wel als grondstof kan worden gebruikt. Eigenlijk is dat toch heel bizar dat je iets wat gewoon herbruikbaar is, wat ook vrij eenvoudig is. Je doet een koffiedik, denk ik dan, in een bakje en die bakjes worden weer ingezameld, dat dan weer zoveel schijven over moet voordat het dan officieel bij die paddenstoelenkweker terecht kan komen. Ja, en je ziet dat er heel veel aanvragen zijn voor wanneer kunnen we iets van afval naar grondstof omlabelen, zeg maar. Dat moet natuurlijk wel veilig gebeuren, want er zijn natuurlijk ook wel perverse prikkels. Mensen die denken, kan er meer geld aan verdienen als het een grondstof gaat worden. Maar daarom hebben we ook tegen de staatssecretaris gezegd, we willen dat wel in Nederland als één speelveld hebben. Dus we gaan daar ook als provincie samen in optrekken. Ja, prachtig. En dan komen we terug, je trekt er samen in op als provincie. Jij noemde net in het begin al, in de provincie hebben we de hele keten, van boer tot bord. Nou, hier hebben we daar een mooi voorbeeld van. Even een kucheltje hoor. Het is gewoon een ochtendhoesje, verder niks ernstig gelukkig. Er wordt geventileerd. Er wordt geventileerd en we zitten goed op afstand. Van boer tot bord. We hebben daar in het begin al iets even, je kan op alle... schakels in die keten kun je helpen die voedselverspilling terug te dringen. En we noemden dat al wereldwijd. Maar wat is nou voor jou een mooie trigger voor de mensen hier, voor de mensen thuis, voor de bedrijven hier in Flevoland? Van hoe geef eens een tip of een iets. Nou, we hebben een ontzettend rijk palet aan bedrijven in Flevoland die in al die schakels aan het werk zijn. Laat ik een voorbeeld nemen. We zijn een aantal jaren geleden met een coalitie van boeren hier die wilden in de korte keten, samenwerken met elkaar. Dat is begonnen met een heel klein aantal boeren die die korte keten samen wilden vormgeven. Inmiddels is dat een coalitie van meer dan 70, 80, 90 boeren die gezamenlijk ook niet alleen in die korte keten werken, maar ook zoveel mogelijk verwaarding van die reststromen tot stand willen brengen. Nou, dat kost ontzettend veel tijd. Daar is wat innovatiegeld voor nodig. Daar moet je mensen ook soms wat in begeleiden om de juiste matches te maken. Nou, dat willen we heel sterk bevorderen. Wat we vanmorgen, dat komt in een van de deelsessies ook aan de orde, we hebben als overheid natuurlijk ook een enorme inkoopkracht. Ja. En in al die aanbestedingen kunnen we natuurlijk ook sturen op dit soort elementen. Van hoe ga jij om met je reststromen? Wij hebben dat gedaan bij onze cateringaanbesteding. Dat zit in een van de deelsessies. Mm-hmm. Dat is ontzettend intensief geweest om die aanbesteding goed rond te krijgen. En ook op die punten gewoon dat goed te omschrijven. Wat wil je dan en wat vraag je dan precies? Maar eigenlijk zijn dat allemaal hele praktische punten die we met elkaar kunnen uitrollen. Tegelijkertijd zie ik ook een heleboel bedrijven die met bewaring en conditionering in Flevoland bezig zijn. We hebben hele grote bedrijven die wereldwijd proberen bewaarverliezen in de hele voedselketen terug te dringen. Die kunnen wij ook helpen om hun innovaties te financieren en om ook hun producten internationaal ook gewoon te vermarkten en daarmee wereldwijd ook een rol te spelen. Ja, dus dat het langer houdbaar is. Dat is heel economisch, heel praktisch. Ja. Prachtig mooi. Want de doelstelling,
U heeft het ongetwijfeld ergens voorbij zien komen, is die 50% voedselverspilling voorkomen in 2030. Nou, dat is al heel snel, hè? Dat was over een x-aantal maanden is dat eigenlijk al. Zo zou je het kunnen bedenken. Vertel, de stichting Samen tegen Voedselverspilling, die term is in het begin al even genoemd en we hebben daar een filmpje van gezien. Wat doet de provincie daar eigenlijk mee? Nou ja, wij stimuleren natuurlijk heel erg alles wat die stichting wil doen. En je ziet dat ze heel veel kennis ophalen en ook heel veel partijen met elkaar verbinden. En dat is denk ik echt nodig, want je moet het echt samen doen om die grote stap te maken. Wat ik ook heel mooi vind is dat ze een mooie inventarisatie gemaakt hebben van bijvoorbeeld die wet en regelgeving, mm-hmm. waarin ze zeggen wat is nou helpend en wat is niet helpend. En zij zeggen eigenlijk is het verdienmodel nog onvoldoende. Je ziet heel veel mensen die vanuit een gewetenskwestie, zoals Jannieke Appelman net zei, zeggen wij willen dit anders doen. Maar het model, verdienmodel voor boeren is nog heel erg op productie gericht. En het is nog veel te verleidelijk om dat allemaal door de haksel te halen. Je ziet dat de stichting dus kennis bij elkaar brengt daarover, zodat we ook die signalen naar Europa en naar Nederland kunnen geven. Maar je ziet ook dat ze partijen bij elkaar brengen. En over partijen gesproken, ik heb me laten vertellen dat de provincie Flevoland, heeft de intentie om stakeholder te worden bij deze stichting. Ja, klopt. Wanneer kunnen we daar de handtekeningen voor verwachten? Ja, vandaag. Binnenkort. Vandaag? Ja. Oh, Twan. Ja. Even onthouden. En ik zie Angelique al juichen van nou, dit is positief. Maar het is natuurlijk een mooie intentie, want die stichting die doet heel veel belangrijk werk. Wat jij al schetst en waar we straks nog veel meer van zullen horen. Want het is natuurlijk wel een dingetje, al die reststromen, al die voedselverspilling. En laten wij nou vandaag met elkaar vanuit het positieve gaan kijken van hoe kunnen wij als individu, als organisatie, als gewone burger, als overheid, wat kunnen wij eigenlijk doen om die voedselverspilling zelf tegen te gaan? Ik vertelde al in een van de voorgesprekken, ik heb een hoge koelkast. Ik ben zelf niet zo lang, maar als mijn man boven in die koelkast een bakje met een restje aardappels zet, dan denk ik misschien na een week van hey, aardappels met bloemetjes. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. En dat is iets wat we met elkaar, dus die bewustwording, die bakjes, dat moeten we met elkaar tegengaan. Wat willen jullie daarover meegeven naar de mensen hier en de mensen thuis? Nou, ik denk dat het ontzettend belangrijk is om vandaag te markeren hoe belangrijk het onderwerp is. Dat we met elkaar de samenwerking hier ook zoeken. Dat je persoonlijk ook een bijdrage kunt leveren, maar dat jouw organisatie daar ook een bijdrage in kan leveren. En ik denk dat we vandaag eigenlijk een zoektocht met elkaar opstarten. En ik hoop ook inderdaad dat we dat samen met de Stichting Samen tegen Voedselverspilling gaan doen. Om die kennis ook in Flevoland ook echt te gaan toepassen. Ja, en wat geef je de mensen hiermee? Vooral dat samen, dat hoor ik je vooral benoemen van samen kunnen we die verandering tot stand brengen. Ja. En van jou? Nou ja, ik denk dat het heel goed is om ons bewust te worden dat je inderdaad iedereen in dat hele ecosysteem wat we hebben voor voedselproductie en consumptie, dat we dat nodig hebben. En als mensen denken, ja, wat kunnen we zelf nou doen? Ik zie nog heel erg dat producenten natuurlijk door consumenten gedreven worden, want die willen een precies rechte komkommer, die willen een mooie glimmende tomaat. En nu, als de consument gaat zeggen, nou, wij hebben niet meer zoveel met die perfect gevormde groenten, wij vinden een komkommer ook prima. Je ziet ook al wel in supermarkten zakjes liggen met wat anders gevormde groenten. Maar dat moet je dan als consument ook uit gaan dragen. Ja. Zeggen van wij willen eigenlijk niet meer dat perfecte plaatje onder cellofaan. We willen eigenlijk een echt natuurlijk product. En dan mag het best een beetje misvormd zijn. Of anders gevormd zijn. Anders gevormd, dat is een mooie term. Ja. Dus anders gevormde groenten. We moeten het samen doen. En samen zijn wij verantwoordelijk voor de verandering. En als we klein beginnen, dan hopen we dat het gewoon uitfiltert wereldwijd. Zo is het. Dank jullie wel voor dit mooie gesprek. Dank je wel. Ja. Jullie zien zijn naam al staan, Twan Timmermans. En hij is al ruim 30 jaar werkzaam bij de WUR. Wageningen University and Research. Zeg ik dat goed? Ja.
Want Twan is daar programmamanager van de duurzame voedselketens. Hij heeft zo'n 20 jaar geleden het onderwerp voedselverspilling opgepakt. Hij noemt dit zelf wel een uit de hand gelopen hobby. Maak van je hobby je werk. Dat heeft Twan gedaan, want hij is ondertussen directeur van de stichting Samen tegen Voedselverspilling. Hij is voor verduurzaming van de voedselketen, het sluiten van kringlopen en uiteraard tegen verspilling. Het komende half uur gaan we in gesprek met en luisteren we naar Twan Timmermans. Ineke, dankjewel. Fijn om hier te staan. En al veel mooie woorden gehoord, hebben we al een goede inleiding in de discussie. Samen, voedselverspilling, wat kun je zelf doen? Maar het gaat natuurlijk vooral over dat mondiale vraagstuk. Hoe gaan we de grote vraagstukken rondom voedsel, klimaat, biodiversiteit oplossen? En ik zal je meenemen in het verhaal waarom die hobby, 20 jaar geleden, toen ik in het onderwerp gedoken ben, uiteindelijk geleid heeft. En wat is er nou mooier als je je eigen stichting kunt oprichten? En dat we inmiddels met bijna 100 stakeholders zijn die zeggen van nee, wij steunen dat doel. Maar niet alleen steunen we dat doel, we komen ook in actie. Wat we zelf kunnen doen, wat we in onze organisaties kunnen doen en wat we kunnen doen om het hele beleid en de strategie zo te veranderen dat het over 10 jaar heel normaal is dat we het niet meer hebben over voedselverspilling. Maar dat we het gewoon hebben over hoe gebruiken we al die mooie grondstoffen voor de beste toepassing. Ik heb afgesproken dat ik ongeveer een kwartiertje wat dingen toelicht. Ik kan er uren over vertellen. Dat doen we voor andere gelegenheden ook vast wel. Maar ook een beetje met jullie de interactie en discussie aangaan. Ik heb wat slides. Ik had niet bedacht dat dit de eerste slide was die ik wilde laten zien. Maar het kan zijn dat jullie andere slides zien dan ik. Want dat was net ook het geval namelijk. ja, want ik had een deel van de slides al gezien. Maar kan ik zien welke slides jullie zien? Ja, maar net waren dat andere slides die daar te zien waren dan hier. Oké, nou goed. Dit was niet mijn eerste slide die ik bedacht had, maar je kunt met mij alle kanten op, dus dat is het probleem niet. Kijk, als stichting, wij bestaan bijna 3 jaar. We zijn 3 jaar geleden op 5 december 2018 opgericht. Het filmpje wat jullie als intro zagen, dat was de groep van koplopers waarmee we gestart zijn. Het waren zo'n 25 bedrijven, koplopers door de hele keten, groot en klein, start-ups tot de grotere retailbedrijven. Zeggen van hoe gaan we dit plan, deze actie, vertalen naar iets meer systemisch. Zodat het meer is dan honderden initiatieven, maar dat we uiteindelijk ook trots kunnen zijn. Dat we zeggen van wacht eens even, we maken met elkaar echt resultaat. Want voedselverspilling aanpakken, grondstofgebruik is niet iets van kleine dingen groot maken, dat is echt over die hele keten die aanpak. Want je zag namelijk dat op sommige plekken wel die verspilling verminderen, maar je zag het ook weer verschuiven. Of het werd bij de consument neergelegd, hebben we natuurlijk heel veel jaren gedaan, of je zag het bij de boeren terechtkomen. Je zegt van ja, zoek jij het maar lekker uit, maar wij hebben ons deel in ieder geval goed georganiseerd. Een belangrijke drijver voor verandering op dit moment is de consument. De verspilling bij consumenten is sinds 2013 met zo'n 29% afgenomen. We zijn van 50, 48, zitten we nu op 34 kilo per persoon goed voedsel per jaar. Dat is nog steeds te veel. Maar je ziet wel die verandering. En dat drijft natuurlijk ook die keten. Want minder verspillen betekent ook minder kopen. Betekent ook van, hey, hoe gaan we nog meer waarde toevoegen in die keten, zorgen dat die trend en wat consumenten ook steeds meer verwachten, vertaald wordt naar de merken, naar de fabrikanten, naar de retail, naar de catering enzovoort. En uiteindelijk ook terug naar de boer. Wat daarin belangrijk is, en dat is het model dat we eigenlijk al jaren volgen, dat noemen we Target Measure Act in goed Nederlands. Het begint met het stellen van dat doel. Nou, al die bedrijven die zich aansluiten, die hebben dat doel halvering van voedselverspilling in 2030. Maar dat klinkt natuurlijk nog ver weg, al is het maar 97 maanden. 97 maanden van nu is het 2030. Je ziet nu dat steeds meer bedrijven zeggen, wacht eens even, dat duurt me te lang, kan ik tussentijds niet mijn doelen gaan stellen. Maar dat begint bij grip krijgen op je data. Dat is de measure, het meten. Als stichting hebben we de afspraak met alle bedrijven die zich aansluiten, die rapporteren aan ons, wij valideren, wij checken, om zeker te weten dat datgene waar ze op sturen, dat de juiste dingen zijn. Maar dat helpt natuurlijk enorm. Vorig jaar, dat is de slide die ik hier zie, waren wij zover dat we van 80% van de supermarkten in Nederland de data kregen, gevalideerd, zodat we ook konden zeggen van,
En daar gaven ze akkoord op. Van dit is de normaal, dit is de benchmark van hoeveel supermarkten in Nederland in 2019 verspillen. Onderverdeeld ook naar de verschillende categorieën. Nou, dat gaf niet alleen die supermarkten ook eigenlijk inzicht in hun eigen positie en waar ze beter konden doen, maar het creëerde ook weer die norm. Maar wat je natuurlijk vooral ziet, iedereen die wil die norm gaan verbeteren. En je zag al de eerste bedrijven die zeggen, nee, ik heb er vertrouwen in, want ik heb de eerste acties gedaan. Meten is vaak al de eerste actie. Dat wij die verspilling sneller kunnen reduceren dan die 50% in 10 jaar van nu. Dus een van de ketens zegt, wacht, wij doen een derde in een jaar. En zo zie je dat het overbieden eigenlijk al begonnen is. Op een positieve manier kijken van hoe kunnen wij sneller gaan en hoe kunnen we die benchmark sneller gaan naar beneden gaan brengen. En dat bedrijf, die keten, heeft dat ook gehaald. Dus die hebben dat keurig een jaar later, 29 augustus om precies te zijn, gepresenteerd. Maar zij stonden in die 1/3 verlaging en die hebben ze gehaald. Als consequentie dat andere retailers hebben van wacht eens even, nu moeten wij ook sneller gaan. En dat is het proces wat je nu ziet gebeuren. Als je goed naar die data kijkt, zie je een outlier erin en dat zal iedereen herkennen in supermarktland en dat is brood. Als je beseft dat er in Nederland iedere dag zo'n 650.000 broden meer worden gebakken dan er worden geconsumeerd. Iedere dag. Best veel. En dat zie je natuurlijk terug in die cijfers van de retail. Niet dat dat nieuwe cijfers zijn, die wisten we wel, maar nu zijn het de eigen cijfers. Nu creëer je ook een bewustwording. Krijg je ook binnen de bedrijven mensen die zeggen van wacht eens even, dat is belangrijk. En die 650.000 broden, de helft komt bij de consument thuis en wordt daar niet opgegeten. Maar het grootste deel zijn de broden die wel gebakken worden, naar de supermarkt gaan, retour gaan. En die worden niet verspild, die gaan naar veevoer. Maar dat is natuurlijk niet waar ze ooit voor bestemd zijn geweest. Deze week, afgelopen dinsdag, hebben wij als gevolg daarvan, dus binnen 6 maanden is dat gebeurd, hebben 30 van de 40 bakkers hetzelfde gedaan. Die hebben ook ons de data gestuurd, wij hebben die gevalideerd. Dus zij hebben nu zicht op waar precies in al die ketens die verspilling of die inefficiëntie plaatsvindt. En dat is eigenlijk ons model in dat target measure. Zorgen dat iedere keten sector voor sector transparant krijgt, identificeert waar zitten voor ons de hotspots. Maar dan ook niet kijken van wacht eens even, dit is mijn puzzelstukje. Maar hoe kunnen we die hele keten, en vanuit retailperspectief is het niet voor niks dat we daar begonnen zijn, hoe kunnen we die hele keten tot de boer en misschien nog wel verder terug en die consument in beeld krijgen en gezamenlijke acties pakken. Maar het begint met die data en die inzichten. Superbelangrijk. Daarna gaat het natuurlijk over de oplossingen. En wat zijn de oplossingen? Ik gaf al aan, het meten is vaak al de eerste stap. Wat zijn de oplossingen om dingen voor elkaar te krijgen? En die oplossingen die zijn vaak heel dichtbij. Ik zeg altijd de quick wins, 25-30% van die oplossingen, en in die 20 jaar zie je dat eigenlijk ook altijd, zijn dingen die je zelf al weet. Maar waar je vaak mee aan de slag moet. Waar je ook vaak je successen moet vieren, het belangrijk moet vinden. En dat helpt natuurlijk wel in deze tijd dat we zien dat voedselverspilling door consumenten belangrijker wordt gevonden. En het belangrijkste is wat je kunt doen om klimaatverandering tegen te gaan. Dat klinkt heel raar, want veel mensen denken van hoezo, dat is toch minder vliegen of dat is die elektrische auto toch? Nee, dat is niet waar. De belangrijkste oplossing tegen klimaatverandering is voedselverspilling tegengaan. En dat heeft, als we wereldwijd kijken, en dat heeft ermee te maken, is dat we ongeveer 1/3 van de klimaat gerelateerde uitstoot van broeikasgassen is gekoppeld aan het voedselsysteem, 1/3. En als we 1/3 daarvan wel produceren, maar niet benutten, dan zie je meteen hoe groot dat is. En daarnaast is het ook iets wat je kunt tegengaan. Er zijn natuurlijk heel veel gebieden waar je zegt van ja, maar daar is de impact misschien wel groter, maar daar kun je het minder makkelijk reduceren. En dat is bij verspilling niet zo. Vandaar dat we niet zozeer kijken waar zit de omvang van het probleem, dat is groot, maar wat zijn de oplossingen? Wat zijn de realistische oplossingen richting 2030, 2050 om klimaatneutraal te worden of te zorgen dat we, en daarom gebruik ik ook dan vaak de drawdown referenties toe, dat we zorgen dat de hoeveelheid klimaatgassen in de atmosfeer gaan afnemen. En dat is waar we naar moeten kijken. En dan is voedsel, ondanks dat je het niet hoort, het staat niet op de agenda op de kop, het staat niet op de agenda bij het klimaatakkoord in Nederland. Het voedselsysteem moet daar veel hoger op de agenda komen. Zeker gegeven ook onze positie in Nederland. Hè. We zijn een van de laatste
de laagst scorende landen als het gaat over de energietransitie in Europa. Maar we zijn natuurlijk wel trots op ons voedselsysteem. Dus waarom pakken we dat ook niet als kans, als Nederland, om juist te laten zien, daar kunnen we wel het voortouw in nemen. Wetende dat we op energiegebied natuurlijk nog een enorme achterstand hebben die we in moeten gaan halen. Belangrijk is ook dat we dat samen doen. En dat we niet alleen kijken naar het voedselverspillingselement als eigenlijk een symbool van een niet goed functionerend systeem. Maar dat we ook kijken van hoe raakt dat aan de grote uitdaging die we hebben. Ik noemde net het beter grondstofgebruik het belangrijkste element om klimaatverandering tegen te gaan. Het tweede in het voedselsysteem is de eiwitdiscussie. We zullen naar een meer plantaardig eiwitsysteem moeten. Maar die twee zijn absoluut gekoppeld aan elkaar. En dat zien we ook in een van de gebieden waar wij naar kijken is, want als je kijkt naar voedselverspilling tegengaan, zie je dat voorkomen altijd het beste is. Vervolgens zorgen dat het voor menselijke consumptie wordt bestemd. Vervolgens kijken of je het nog in die voedselketen kunt houden, bijvoorbeeld via veevoer. Zorgen dat je het hoogwaardig als alternatief voor fossiele energie bijvoorbeeld gebruikt, verpakkingsmaterialen of andere chemische componenten. Daar trekken wij eigenlijk als stichting die grens. Dus alles wat je daar beneden doet, dat noemen wij afvalbeheer. Daar hebben we net ook al wat op gehoord. Dus daar is ook formele discussie en definities binnen Europa. Daar kijken wij niet naar. Dus wij kijken eigenlijk hoe kunnen we dingen uit de afval weer in dat voedselsysteem krijgen. Dus wij zijn tegen vergisting. Niet dat vergisting nooit een oplossing end of pipe kan zijn. Maar wij zijn er voorstander van om veel meer van die stromen die nu nog naar vergisters gaan, om die naar boven te gaan gebruiken. In veevoer, hoogwaardige materialen. Want als je de rekensommen goed doet, kan vergisting nooit uit. Maar het is een mooie oplossing voor iets wat onvermijdelijk is. En als het al eenmaal afval is, dan kan het een goede oplossing zijn. Maar we zullen ook nooit moeten gaan doen, heel veel energie uit biomassa moeten halen die eigenlijk voor voedsel bestemd was. Dat is gewoon onzinnig. Moeten we absoluut ook stoppen om dat nog meer te blijven stimuleren. Nou, dat zijn die dingen die rond wetgeving te maken. Er werd net al het gesprek aan gerefereerd. En dat is denk ik het element, behalve het Target Measure Act, wat wij als centraal nemen, wat we opgenomen hebben in onze strategie. Hoe zorgen we dat de spelregels voor bedrijven zo veranderen dat het voor iedereen logisch is om die grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk te gebruiken en verspilling te voorkomen? En dat zit in private afspraken, bijvoorbeeld over van wie heeft nu welke verantwoordelijkheid om te zorgen dat die hele oogst, ook als de kwaliteit wat minder is, dat die toch wordt verwaard. Kijk, dat hebben we natuurlijk gezien in de discussie rond de kromme komkommers en de ugly fruits. Dat was het symptoom. En nu kijken van hoe gaan we dat echt oplossen. En dan gaat het niet meer over kromme komkommers, dan gaat het over verantwoordelijkheid nemen. En dat is wel wat je nu ziet gebeuren. Zeker omdat retail nu beseft en ook andere fabrikanten van wacht eens even, als wij onze klimaatverandering, biodiversiteit willen aanpakken, dat gaat niet over datgene wat wij in onze operatie doen. Zonnepanelen op het dak, ja, dat moet je gewoon doen. Maar 80-90% van de emissies zit bij de productie, zit bij de boer en alles wat daar plaatsvindt. Dus waar gaat je verantwoordelijkheid daar? En dat zijn de discussies die we nu aan het voeren zijn, maar ook leiden tot brede verantwoordelijkheid van die partijen. Kijk, nu retail die lijn te pakken heeft naar halvering van verspilling in 2025, hoeven wij niet meer met ze te bespreken. Wij zitten met de CEO's en zeggen van wacht eens even, waar ligt je scope 3 verantwoordelijkheid? En wat ga je doen om te helpen dat die consument ook minder gaat verspillen? En zo ga je dingen systemisch met elkaar aanpakken. Ik noemde die link tussen de eiwittransitie en voedselverspilling tegengaan. Waar wij nu heel sterk op inzetten is, en dat heeft ook te maken met de rol van het veehouderijsysteem, het zorgen dat veehouderij minder afhankelijk wordt van geproduceerde stoffen voor veehouderij. Want 60% wat we produceren aan voedsel geven we aan dieren. Maar zorgen dat die veel meer dat systeem gebaseerd is op het gebruik van reststroom. En dan zie je, en we zien daar wat voorbeelden van. Hier is een voorbeeld wat ik hier op mijn scherm zie. Van stel dat je dat principe gebruikt, kun je je footprint bijvoorbeeld van je eierproductie met 70% naar beneden brengen. Niet over 10 jaar, maar gewoon morgen. Door veel meer te gaan werken vanuit de principes, wat is het beste voor mens, dier en milieu. En het grappige is, als je dat doet, hoeft het niet eens duurder te worden. Dus duurzaam hoeft niet per se duur te worden op het moment dat je het circulair gaat doen. Wat je nodig hebt, is dat het eind van de keten ook zegt van wacht eens even, wij durven die sprong te maken. Je ziet heel veel partijen nog een beetje aan de rand van het zwembad staan en wie gaat er nou als eerste springen?
Maar dat gaat snel gebeuren. En de overheid heeft daar een belangrijke rol. Aanbesteding, je ziet dat in de duurzame aanbestedingscriteria, circulariteit, duurzaamheid, nu echt serieus meegenomen kan gaan worden. Maar je hebt natuurlijk wel te maken met het feit van hoe maak je het meetbaar, hoe maak je het controleerbaar. Zodat het meer is dan waar het ooit mee begonnen is, alleen maar op basis van certificaten, biologisch enzovoort. Maar die echt zegt van wacht eens even, circulariteit, dat kunnen wij en durven wij ook mee te nemen. Superbelangrijk. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de consument, de retail, de grote bedrijven die zeggen wij gaan dat ook doen. Wij gaan ook dat circulaire product als onderscheidend product in die schappen leggen. Wij gaan laten zien dat we transparant zijn op wat wij doen op het gebied van voedselverspilling tegengaan. Op alle niveaus en op alle schalen. En dat is ook wat we als stichting, waar we voor staan, van wat kun je zelf doen in je eigen huishouden. We hebben de Verspillingsvrije Week campagne die we jaarlijks draaien, dit jaar voor de tweede keer. Wel zagen we het resultaat vorig jaar, 2 miljoen Nederlanders die zelf thuis iets gedaan hebben. 2 miljoen Nederlanders. Omdat het op een manier aangereikt wordt en aantrekkelijk gemaakt wordt op een positieve manier, dat mensen er ook iets mee kunnen. En dat is natuurlijk wel heel wezenlijk als je consumenten mee wil nemen. Je hebt altijd die groep, wat wij daar noemen donkergroene consumenten, die altijd wel willen. Maar je hebt natuurlijk de meerderheid die zegt van ja, het moet wel voor mij makkelijk gemaakt worden. Ik wil het wel, maar het moet makkelijk gemaakt worden. Dit jaar hebben we de campagne gedraaid op brood tijdens de Verspillingsvrije Week. Op basis van onderzoek wisten we al dat ongeveer 92% van de consumenten minder brood wil verspillen. En de meeste, ook boven de 90%, weten ook wel hoe ze dat zouden moeten doen. Dus het issue zat daar met name, hoe ga ik het daadwerkelijk ook doen binnen mijn drukke bezigheden en binnen dingen die, ja, waar ik al mee bezig ben. Dus dat wil ze ook zeggen dat je de campagne niet meer moet richten op bewustwording, maar ook van hoe maak je het nog makkelijker dat je het werkelijk gaat doen binnen je eigen bubbel, binnen je eigen omgeving. En dat werkt. En zo zetten wij op basis van toch ook wel gericht onderzoek in van wat zijn de interventies, wat zijn de wijzen die je kunt, waarmee je consumenten mee kunt nemen om die daling die ingezet is verder te stimuleren. Heel gericht op doelgroepen. En de doelgroep die we nu ook massaal aangehaakt hebben is onderwijs. Je ziet de nieuwe generatie die is opgegroeid met maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid. Dus die snappen het nog beter en die zeggen ook ja, van verspilling, dat is voor ons logisch dat we daar iets aan doen. Dus dat begint op basisscholen, maar dat begint ook op, of dat loopt ook door eigenlijk tijdens een hele professionele carrière. MBO, HBO, universitair, technasia, op alle niveaus zijn er inmiddels tools en handleidingen en modules die gebruikt kunnen worden door scholen om dat mee te nemen. MBO Challenge die loopt, is net weer gestart. Als bedrijven daar aan mee willen doen, schrijf je alsjeblieft in. HBO Challenge is vorig jaar gestart en op allerlei niveaus zie je dat studenten samen met bedrijven, want dat werkt vaak het beste, die uitdagingen aan willen gaan. En zo gaan we hopelijk de hele Nederland als voorloperland laten zien wat die circulaire duurzame voedselketen voor ons gaat brengen. Hoe dat ook voor bedrijven een positief voordeel kan brengen, want dat is natuurlijk wel belangrijk, dat als we de economie niet laten werken en dat die tegenwerkt, dat lastig is, maar laten we ook vooral aan die spelregels werken. Zorg dat het voor iedereen normaal wordt. En die norm is heel belangrijk. Wees transparant. Het doet even pijn, je moet er even in. Maar we zien, als je het positief doet, dan snapt de maatschappij, wacht eens even, je bent goed bezig en we gaan je daarin helpen. En wat is de volgende stap? Maak het positief. Je zult bij ons ook nooit afval zien in campagnes of dat soort dingen. Het is positief. Hoe gaan we ons grondstofgebruik stimuleren? Nou, we zijn met 100 bedrijven. Natuurlijk moeten we verder gaan groeien. We liggen op schema, sector voor sector. Maar ook provincie voor provincie meenemen in dat proces van hoe gaan we als Nederland echt een trotse koploper maken in SDG 12.3, halvering van voedselverspilling. Maar uiteindelijk veel belangrijker, toewerken naar een duurzaam, verantwoord, volhoudbaar voedselsysteem. De sheets werkte niet helemaal mee, dus dat komt later wel weer. Maar ik ga graag met jullie verder de discussie aan van hey, wat zou dat betekenen voor jullie of voor de provincie Flevoland. En specifiek natuurlijk de uitnodiging en ja, misschien moeten we daar samen op de foto om die handtekening alvast met een box vast te leggen. Tineke, help me. We gaan de discussie aan met de groep als we daar nog tijd voor hebben. Dank voor jullie aandacht zover. Dankjewel, tot zover. Ik heb in ieder geval heel veel mooie dingen gehoord.
duurzamer is niet per se duurder als je het circulair doet. Of over 97 maanden is het gewoon al 2030. Hoe kunnen we sneller gaan met elkaar? Wat zijn de vragen die bij u naar boven komen? Wat wilt u graag van Twan weten? Dan kom ik naar u toe met de microfoon. Wacht even hoor, ik klik ondertussen. Dag, mijn naam is Martin de Vries. Ik ben van de provincie Noord-Holland. Ik ben projectleider circulaire economie met voedselverspilling ook in mijn takenpakket. Bij ons in huis bestaat er wat onduidelijkheid over wat is nou precies voedselverspilling. Hoort daar de eiwittransitie die jij net noemde, Twan, ook bij? En hoe zit het dan met diervoeder? Want uiteindelijk staat ook ergens dat voedsel wat gemaakt wordt voor humane consumptie, wat niet door de mens wordt opgegeten, dat dat in principe voedselverspilling is. Kun je daar duidelijkheid over geven? Heel goede vraag. En kijk, ik ben zelf in 2011 gestart om op Europese schaal in een Europees project het eerste in dat gebied die duidelijkheid proberen te creëren. En dat heeft geleid tot aanpassing in wetgeving en definitie. Dus er is een Europese definitie voor wat voedselverspilling is. Die was afwijkend van de Nederlandse definitie, want precies zoals jij schetst, het gebruik van voedsel voor veevoer werd in Nederland als voedselverspilling gezien. In Europa niet. Dus in Europa is nu de afspraak, alle voedsel wat binnen de voedselketen blijft, eetbaar en niet eetbaar, is geen voedselverspilling. De Nederlandse definitie ging wat verder daarin, dus die maakte die afbakening van het niet eetbare deel is geen verspilling en wat naar veevoer ging, was wel verspilling. Nou, die Nederlandse definitie is nu geharmoniseerd. In de zin dat we conform Europa gaan rapporteren en ook gaan handelen. Het blijft natuurlijk wel, ik blijf die ladder herhalen, voorkomen is altijd beter dan weer opnieuw een proces en energie-input om het te gebruiken. En veevoer zit een echt al een stapje lager. Maar als je het benadert vanuit het principe van kijk eens hoeveel veevoer wij speciaal nu produceren om aan dieren te geven, dan zien we dus dat we een enorme stap kunnen maken door nog meer van die onvermijdbare verspilling naar veevoer toe te passen. Het heeft in mijn denken ook al een aantal jaar gekost om te zeggen van laten we die stap in Nederland ook zetten. Maar ik ben blij dat we hem gezet hebben. Zeker omdat ik nu zie dat in die ambitie 1 miljoen ton minder verspilling, die kunnen we ook niet halen als we dit niet meenemen. Dus ik ben blij dat we de stap gezet hebben, maar laten we vooral kijken van hoe we dat niet kunnen doen door daar speciaal meer voor te gaan produceren, maar datgene wat we al hebben te benutten in die voedselketen en meer uit die laagwaardige toepassing in die voedselketen te krijgen als veevoer. En dan gaan we dus ook zien, en dat zien we bijvoorbeeld nu in de eieren, de kippen, dat je de footprint van vlees, eieren met 60-70% kunt verminderen meteen. Dat voldoende antwoord op uw vraag? Dankjewel. Iemand anders? Ja. Goedemorgen, ik ben Anneloes van The Ways to Success. Je vertelde over dat je met bakkers gepraat had. Kun je wat meer over dat proces vertellen? Hoe heb je ze bereikt en wat is daar de conclusie van geweest? Ja, heb je een uurtje? Nee, ik denk dat een vergelijkbaar proces is als heel veel sectoren. Als je in eerste instantie met ze in gesprek gaat, zeggen ze van ja, dit is wel een belangrijk onderwerp, maar het speelt bij ons niet heel erg. Maar op een gegeven moment, en ik denk dat die retail monitor is daar wel een punt in geweest, dat ze de bakkers toen zei van wacht eens even. Wij zijn in retailland een uitzondering. 7,7% van het brood wat wij iedere dag instuwen gaat retour. Terwijl het gemiddelde voor vers op 3% is. Wij willen net zo, wij zullen dus door iedereen uitgedaagd worden, consument, retail, om ook normaal te worden. En waarom moeten wij meer dan dubbel zoveel retouren hebben als andere verscategorieën? En dat is voor de bakkers aanleiding geweest, omdat in NVB-verband, dus met alle grote industriële bakkers, 40 bij elkaar zitten zeggen van wacht eens even, wij gaan wel die stap zetten. Dus ja, 3 jaar, maar dat is misschien ook wel wat ik continu doe, gewoon iedere keer weer aan de deur kloppen van en zijn jullie al zover? En zo ben ik ook in 2005 het ministerie van LNV begonnen. Toen waren ze nog niet zover. 2009 zei Gerda Verburg van ja, wacht eens even, ik zie het wel. En die heeft het gestart. En zo is het bij de bakkers ook. Maar de retail monitor, dat inzicht vanuit de retail van wacht eens even, jullie zijn een outlier.
Wat je wel ziet, we hebben dus dinsdag die cijfers gepresenteerd op basis van de zelfrapportage. Daar komt een beeld uit wat we eigenlijk wel wisten, maar het zijn nu hun eigen cijfers. Maar je ziet ook binnen de sector wel verschillen. Dus je zag onmiddellijk die discussie ontstaan tussen bedrijven. Hey, waarom doe jij dit zo en waarom doe jij dat anders? Dat zijn de quick wins die ze nu gaan pakken. Wat daar wel heel duidelijk in wordt, en dat zie je ook in die, noem het maar, die retourstromen en die verspilling binnen de bakkerijketen, is 1/3 binnen de eigen operatie en 2/3 dat zit in die retouren vanuit de supermarkten. Dus dat gaan die bakkers niet oplossen. Dus dat moeten ze samen doen. Dus nu is de uitdaging, en dat is onze rol als stichting, van wat zijn de dingen die je daar samen in kunt doen? Want dat kan die bakker niet zelf, want dat zit keihard in zijn contract, dat er tot 10 uur zoveel brood in de schappen moet liggen. En die retail kan dat ook niet zelf, want als de eerste retail als enige zegt, wacht eens even, ik heb lege schappen eind van de dag, ja, dan zegt die consument ook, dan ga ik toch even bij de buurman mijn boodschappen doen. Dus dat zijn de discussies, hoe ga je gezamenlijk dat speelveld zo veranderen, dat het niet meer logisch is dat we die hele broodschappen volleggen tot het eind van de dag, met als gevolg dat meer dan 7-8% gewoon retour gaat. Maar ja, het is wel continu aan die deur kloppen geweest. En dat is misschien, ja, daarom noem ik het ook die hobby, zo van ja, het moet ook wel leuk blijven door, want je moet wel volhoudbaar zijn. Maar zo gaan we dus wel, sector voor sector, en dat zien we dus ook gebeuren, sector voor sector in dat proces krijgen, waardoor ze zelf dat eigenaarschap pakken. We willen het weten. En dat kan negatief zijn, dat kan positief zijn. Positief vanuit een kans. Vaak is het helaas negatief van, wacht eens even, wij worden hierop aangesproken. Dus laten we maar grip krijgen en vast gaan nadenken over wat voor ons de werkbare oplossingen zijn. Want anders krijg je wetgeving. En dat zien we bijvoorbeeld, en dat is het mooie van mijn veld, ik kijk over de hele wereld wat er gebeurt. Frankrijk is, die zijn niet zo van het samenwerken, die kiezen voor wetgeving. En dan zie je dus een heel ander proces ontstaan. De overheid schrijft wetgeving voor aan retailers dat ze niet meer mogen verspillen, maar dat ze het moeten doneren. Dan krijg je een heel ander soort proces. Dan krijg je minder dat bedrijven die verantwoordelijkheid nemen, dan kijken ze meer van hoe gaat de overheid daarin handhaven. Ja, wat uiteindelijk het beste model is, ja, ik geloof in het publiek-private samenwerkingsmodel. Ik denk dat dat uiteindelijk tot betere resultaten leidt dan dat één iemand iets gaat afdwingen. En uiteindelijk de oplossing moet je met elkaar gaan maken. Dat was een heel mooi uitgebreid antwoord over de vraag van de broden en de bakkers. Dankjewel voor ook de mooie toevoegingen daaraan. Was het voor jou voldoende op deze manier? En je kunt natuurlijk straks contacten leggen om daar nog over door te spreken. Nog één vraag hebben we tijd voor. Ja, vanuit de chat. Bart. Weet ik alleen niet of mijn microfoon... Doe mijn microfoon. Ja. In de chat vraagt Crispijn van den Dries van Bio Romeo. Die zegt, er worden eisen gesteld door een supermarkt. Bijvoorbeeld dat een bepaalde peen tussen de 20 en 50 millimeter kopdikte moet hebben. En dat veroorzaakt verspilling eerder in de keten. En die eis is waarschijnlijk ooit vroeger ontstaan. Maar hoe komen we van dat soort eisen af? Nou, je ziet eigenlijk dat die eisen al langzaam versoepeld aan het worden zijn. En dat is ook weer een proces geweest. Soms vanuit negativiteit. Dit kwam voor ons voor de zoveelste keer echt serieus in 2018 op de agenda. 2018 hadden we, veel zullen dat herinneren, een hele droge zomer. En toen zag je dus dat de kwaliteit van het product anders was dan men gewend was. Met als gevolg veel verspilling. Dat haalde de krant. En letterlijk zei de minister toen, Dit moet ophouden. Dit wil ik niet langer in de krant hebben. Hoe kan het zijn dat wij als Nederland, voorloper in agrofood, zoveel verspillen? Dus moesten de supermarkt aan tafel komen, want die werden aangewezen als schuldigen. Precies wat ook in de vraag gesteld. Maar dat leidde niet tot een doorbraak. Toen heb ik gezegd, oké, een beetje stoer, van nou, ik zal eens een poging gaan doen om te kijken hoe we partijen bij elkaar kunnen brengen. Ik heb ze allemaal aan tafel gehad. 2 verschillende sessies. Eerst de mensen die creatief mee willen denken, dus de mensen die het werk doen, en uiteindelijk ook de CEO's en de directeuren van die bedrijven. Het gevolg is nu, en dat horen wij terug uit de praktijk, de doelstelling was, of de opzet was, we gaan een convenant maken wat zorgt dat dit soort dingen ophouden. Dat convenant is er nooit gekomen, maar de afspraken die iedere retail nu met zijn vaste leveranciers zijn, die zijn dusdanig dat dit niet meer voorkomt. Dus het doel is daar bereikt. Wat je wel ziet, en dat is natuurlijk het lastige in Nederland. Nederland produceert niet voor Nederlandse supermarkten alleen, dat is ongeveer 20%. We produceren 80% voor het buitenland. En die afspraken zijn in het buitenland nog niet gemaakt. Dus voor de Nederlandse ketens, en dat geldt bijna voor alle supermarkten,
hebben dat opgelost. Maar dat wil nu niet zeggen dat het breed opgelost is, maar die hebben dus wel laten zien dat het kan. In verbeterde afspraken, en wij noemen dat dat supermarkten, inkooporganisaties verantwoordelijkheid nemen voor de hele oogst. Dus niet alleen voor dat deel wat ze uitkomt binnen spek, maar dat ze eigenlijk zeggen van, ook als het wat mee of tegen zit, wij gaan met jullie kijken hoe we dat op kunnen lossen. Door acties te doen, door de kwaliteit eisen iets te versoepelen of aan te passen. En we zien dat dat gebeurt. Maar dat moet natuurlijk wel verder uitgerold worden over die hele productieketen en ook naar andere landen. Dus de aanleiding was inderdaad van, wacht eens even, we hebben een probleem. De kwaliteit is anders, hoe lossen we dat op? Kun je heel ingewikkeld en stoer met convenanten doen? Of kijken van, hey, wacht, hoe ga je met elkaar zoeken van waarom doen bepaalde mensen dit? Dus die ronde tafels waren heel nuttig om mensen uit te leggen en te snappen waarom doen dingen dit? En natuurlijk wat wel speelt, en dat is een keuze aan de leverancier, ja, je bent onderdeel van die vaste ketenafspraken of je zit in het vrije handelssegment. Kijk, in de vrije handel gelden deze afspraken niet. Dan moet je het meer zelf opzoeken en oplossen. Dus dat blijft altijd. Dankjewel. Was het voldoende voor Chris Pijn, dit antwoord? Daar ga ik nu gemakshalve wel vanuit, want hij reageert verder niet meer op. En er is nog één hele korte vraag, nog, want u noemde ook... Ja, prima wordt, zegt Chris Pijn, dus dankjewel Chris Pijn. U noemde net ook al dat het voor mbo en hbo er al challenges zijn. En er wordt ook nog even in de chat door Maki Masaki gevraagd. Is er ook een voorbeeld voor het voortgezet onderwijs van een dusdanige campagne? Ja, ik noemde net al de Technasia, dus daar onder andere in de regio Food Valley hebben daar dingen gelopen. En we zijn ook in gesprek met andere voortgezet onderwijsscholen om nog meer te doen. En ik merk gewoon dat het onderwerp leeft. Ik kan er helaas niet altijd aan voldoen, maar ik krijg dagelijks vragen van studenten uit alle niveaus, allerlei soorten opleidingen. Dus het is een onderwerp wat leeft. Wij zijn wel in het kijken samen met het voedingscentrum, die hier een belangrijke rol heeft, van hoe kunnen we daar nog betere invulling aan geven. Maar dat zijn natuurlijk typisch dingen die je ook in de regio of in de provincie kunt oppakken. Wat denk ik heel belangrijk is, is dat er nu ook een aantal programma's gaan lopen. Dus ondersteund met clusters van mbo, hbo bedrijven die gezamenlijk gaan werken aan die circulaire economie agenda. Waar lectoren bij betrokken zijn, meer gericht op hybride leren en werkomgevingen. Maar ook projecten waar nu bijvoorbeeld een nieuw SIA-project voedselverspilling, waar de vier hbo-instellingen in het groen onderwijs nu samen gaan werken aan hoe kunnen we de krachten nog beter bundelen. Dus dat onderwijs, dat is nu echt samen aan het werken, waar het ook om gaat, met de bredere omgeving in die hybride vorm van hoe kunnen we ook koppelen aan de kennis, hoe kunnen we koppelen aan de vraagstukken vanuit het bedrijfsleven, maar ook die studenten, die willen wel. Want die willen wel van waarde, die willen wel van betekenis zijn voor dit soort opgaven. Prachtig. Dan kom je eigenlijk weer terug op, als je minder voedsel verspilt, dat is beter voor het klimaat. Als we maar transparant zijn, dan wordt het altijd positief, kun je het altijd positief labelen. Het is heel mooi dat het onderwijs aan mag haken en dat ze dat ook echt doen. En dat, wat Cora in het begin zei, de spelregels duurt soms heel lang voordat die gewijzigd zijn. Maar het is prachtig hoe jullie daar je best voor doen om dat voor ons in werking te zetten. En meedenken met de consument en met de ondernemers om te zorgen dat de wereld een stukje beter wordt. Ja. En over 97 maanden hopen we dat bereikt te hebben. Dankjewel, Twan Timmermans. Ja. En mochten er nog vragen op uw lippen branden voor Twan, hij is nog niet weg. U kunt hem tijdens de lunch bijvoorbeeld straks ongetwijfeld nog even aanspreken. Matchmaking staat op het programma. In het begin heb ik daar al kort iets over genoemd. Vertel, welke reststroom heeft u nodig? Heeft u grondstoffen in de aanbieding? Bent u op zoek naar grondstoffen? Heeft u mogelijkheid om reststromen te bewerken? Bent u op zoek naar een geschikte partner en vorm zo mogelijk een nieuwe keten? De provincie is altijd op zoek naar mooie nieuwe initiatieven om daarin ook te ondersteunen. Eén praktijkvoorbeeld. Voorafgaande aan dit event hebben OSP en Techco contact gelegd vanwege interesse van OSP in groentesappen. Zo makkelijk kan het gaan. Is er iemand die zegt van, oh, op dit moment nog niet, ook niet vanuit de chat. Nee, u kunt dat... Oh, wacht, nu gaan er in één keer twee handen omhoog. Dan hebben we even de microfoon. Momentje. Marcel, ik had hem al van je meegenomen. Dankjewel.
Ik hou hem zelf even vast, als je het goed vindt. Ja? Ja. Dat wist ik niet, dankjewel. Ik ben Arie Brugraaf, secretaris van de Voedselbank in Dronten. En ook gedeeltelijk gaan we een groente- en fruitbrigade op poten zetten in IJsselmuiden binnenkort. Dan heb je het over een maand, twee maanden. Mm-hmm. Wij zijn altijd op zoek naar reststromen, groente, fruit met name. Omdat we die willen gaan verwerken, sorteren en uitdelen onder de voedselbanken in Friesland, Groningen en Drenthe. Via onze distributiecentrums komt dan alle groente die afgekeurd is, zeg maar, komt bij de voedselbanken terecht. Dus dat is heel mooi. Dus op zoek naar overschot, naar reststromen in groente, fruit. Ja. En dan kunt u zich melden bij Arie. Ja. En in de pauze is het ook belangrijk, of in de lunch bedoel ik, dat je ook even naar iemand van de provincie, bijvoorbeeld Angelique. Ja, jullie hebben elkaar al ontmoet. Dat je het daar ook even specificeert, zodat het ook in een later moment weer opgepakt kan worden. Als er op dit moment niemand hier is die denkt van, oh, daar heb ik wel aanbod voor. Prima. Dankjewel. Er ging nog een hand omhoog. Ja, ik ben Jacob Stolk van Jongeren Maken de Stad en Urban Village. Wij hadden een locatie in het centrum en we hebben er waarschijnlijk binnenkort weer een. En in die locatie krijgt een keuken een hele belangrijke rol. Dus koken met en voor en door jongeren. En daar ook een stukje educatie van hoe ga je met eten om, maar daarbij ook iets voor de stad betekenen. We werken al heel intensief samen met de Waste to Success daarin. En die gaan daarin zeker mee. Maar we willen ook graag reststromen zouden we wel kunnen gebruiken. Of andere partners die zeggen van, hey, in het centrum, daar zien we ook wel een uitdaging. Willen we wel over meedenken. Die locatie is er nog niet, maar waarschijnlijk binnen 2-3 maanden kunnen we ergens in en kunnen we van start. Dus als er hier mensen zijn die aan willen haken en mee willen denken, dan van harte uitgenodigd. En het gaat over Lelystad. Ja, nu zeker. Op dit moment in ieder geval. Maar als Almere zegt, wij willen dit ook omarmen, dan kunnen ze altijd met jou contact opnemen, bijvoorbeeld. Dan adviseer en denk en doe ik zeker mee. Ja. De oproep van Jacob, ook die wordt genoteerd. Meld je straks even bij Angelique of iemand anders, van dat het dan ook gewoon weer opgepakt kan worden. Graag meedenken, want samen maken we de wereld wat dat betreft overal weer een stukje beter. Geen andere handen op dit moment. Dan is het tijd voor een stukje verplaatsing. Voor de mensen hier in de zaal. Want dat betekent dat het tijd is voor een koffiebreak. Maar die koffiebreak, voordat u allemaal gaat opstaan, is ook de bedoeling om te verplaatsen naar de deelsessie. Bij binnenkomst hebben jullie aangegeven welke deelsessie je wilt bijwonen. Hier zit zometeen Tekko. Daar is een panelgesprek met de ketenpartners van Tekko. En de Waste to Success, die naam is net al even gevallen, die zit hiernaast in de kas. En daar zit ook de OSP, gaat daar iets vertellen over circulaire catering. Het is heel fijn dat u zich goed verdeelt. Daar is ook koffie, want omdat we ook mensen thuis hebben, u kunt thuis ook even een kopje koffie halen of thee. En voor de mensen thuis is het, jullie hebben een link gekregen in de chat van een teamsessie van de twee sessies die daar zijn. De sessie van Tekko, die blijft gewoon in de livestream aanwezig. En daar kunt u dus gewoon direct hierbij aan blijven haken. Wereldwijd gooien we 1/3 van ons voedsel weg. In Nederland betekent dat 1,6 miljoen kilo per dag. Ik ben Joris Heijnen, oprichter van Green Dish. Wij helpen voedselaanbieders in het verduurzamen en gezonder maken van hun voedselaanbod. We werken nu samen met heel veel overheden, gemeentes, provincies en grote bedrijven. En hebben allerlei oplossingen ontwikkeld om ze te helpen die stappen te zetten naar het menu van de toekomst. En door te rekenen wat er in 2050 gegeten moet worden om 10 miljard mensen te voeden en de wereld niet naar de kloten te helpen, kunnen we ook terugrekenen wat we nu moeten veranderen op het bord. Het is belangrijk om te beginnen bij de eiwittransitie en te zorgen dat er meer plantaardig wordt gegeten en minder dierlijk. Als je ook nog eens de groenten lekkerder maakt, dan gaat de gasttevredenheid omhoog. Een andere belangrijke knop om aan te draaien is voedselverspilling.
En die twee knoppen, daar kan je al 50% CO2 mee besparen. Zo ben ik eigenlijk gaan uitrekenen, als je meer groenten serveert en minder vlees, dat er dan een positieve business case ontstaat. En zo heb je eigenlijk een win-win voor milieu en voor het restaurant. De overheid kan daar een belangrijke schakel aan zijn door het goede voorbeeld te geven, zodat de provincies, de gemeenten op hun eigen locaties al duurzaam en gezond eten serveren. En dat we samen met hun, ook de restaurants en de cateraars en alle voedselaanbieders, gaan helpen om die stappen te zetten. Weliswaar een filmpje waar dan aan het eind staat Noord-Holland. Maar het verhaal van Green Dish is natuurlijk iets landelijks of zelfs wereldwijd inmiddels. Naast mij staat Lieke Sauer. Lieke, jij werkt bij Green Dish. Jij bent impact coach. Wat is dat? Bij het duurzamer en gezonder maken van het voedselaanbod. Dus dat is echt op dagelijkse, wekelijkse basis met chef-koks, met mensen van de catering, ook mensen in ziekenhuizen aan de slag gaan en issues bespreken zoals vandaag heb ik meer vegetarisch aanbod, maar het wordt niet gekocht. Wat kunnen we daaraan doen? Dus echt kijken hoe we samen die impact, dus daar komt de titel vandaan, samen die impact kunnen bereiken. Dus niet alleen vanuit ons, maar echt samen met de mensen op de vloer. Dus echt samen met de mensen op de vloer. Is dat ook hoe jij bij alle deelsessies ben jij aangehaakt? Is dat ook hoe jij daarnaar geluisterd hebt? Ja en nee. Ik vind dat wel dat weer heel erg terugkomt. Oh, kijk, wij gaan natuurlijk ook die samenwerkingen aan. Dat is natuurlijk een woord wat je heel veel hoort als we van dit soort sessies hebben. En als het over duurzaamheid gaat, is het gewoon heel vaak dat samenwerking echt key is om dat te bereiken. Nou, dat hoor je vandaag al vanochtend. Twan die had het daarover, de gedeputeerden hadden het daarover. Je hoort dat ook weer in de sessies terug. Maar wat ik wel heel mooi vind, is op allerlei verschillende manieren. Ja. Dat zal ik zo nog even toelichten. Ja. Hey, wereldwijd, hè? We hebben nu die klimaattop in Glasgow. Ja. Ook daar is de naam van Green Dish voorbij gekomen. Ja. Vertel, want dat is natuurlijk grandioos. Ja, en heel recent. Dus dat is heel leuk om over te vertellen. Maar we waren benaderd om... wat wij ook doen, is dat wij altijd doorrekenen wat een menu doet aan CO2-impact bijvoorbeeld. En wij waren gevraagd om voor het Frontrunners Dinner de impact door te rekenen. En op basis daarvan de chef-kok van de cateraar te adviseren welke aanpassingen hij kon aanbrengen. Dus bijvoorbeeld, er was één vleesgerecht ook. En daar stond 180 gram, was de portie vlees. Nou, dan raden wij aan om die portie te verlagen. Om daarmee ook je CO2-impact te verlagen. Nou, en zo hebben we dat voor heel het menu, inclusief de amuses en voorgerecht, hoofdgerecht, alles hebben we dat doorgerekend. En daarnaast mochten we dan ook wat vertellen over wat wij doen en hoe we dat bereiken. Prachtig. Ja. Wat leuk. En jij, je hebt dan net bij alle deelsessies heb jij informatie opgehaald. We hebben ook terugkoppeling gekregen vanuit de deelsessies. Ja. Dus wij hebben hier wat papieren liggen. Ja. De gedeputeerden zeiden we al, hè, het samen verantwoordelijk zijn. Je kan van elkaar leren. Stakeholder worden van de Stichting Samen tegen Voedselverspilling. Wat is jou het meest bijgebleven uit het verhaal van Twan Timmermans? Behalve dat samenwerken zo belangrijk is. Daar vond ik vooral ook weer dat, hè, wat hij ook zegt, van dat echt een van de grootste dingen is om het klimaat ook te veranderen. En dat iets is wat heel vaak onderbelicht is. Dus dat vind ik denk ik wel weer een van de belangrijkste takeaways. Want dat wordt heel vaak wel gezegd, maar op de een of andere manier nooit, wordt daar nooit de aandacht op gefocust. Of minder in ieder geval. Dus dat vind ik wel een hele belangrijke, denk ik, voor iedereen vandaag om mee te nemen. Dat het inderdaad niet alleen maar gaat om elektrisch rijden. Precies. En dan de deelsessies. Ja, wat ik heel leuk vond, ik heb er dus zelf gekeken en we hebben wat dingen op laten schrijven. Ik vond wel heel mooi aan de sessie hier, die van Teco en Flevosap, onder andere dat het ook, en Bio Romeo, die via de Teams ook aanwezig was. Wat ik daar mooi van was, echt dat ze Teco heel erg heeft gekeken van wat kunnen we doen in de keten en hoe kunnen we dat in principe zo simpel mogelijk, low-tech werd volgens mij genoemd, als ik het goed zeg toch? Ja. Van hoe kun je dus eigenlijk best wel snel al die verandering maken en dus zij kijken best wel in die zin extern van hoe kunnen we dat doen. Dan vind ik heel mooi toen ik vervolgens naar Formaat en OSP ging, dat die kijken vooral weer heel erg intern van oké, hoe kunnen wij nou als cateraar op 500 locaties
zorgen dat we die afvalstromen in kaart brengen. Waar ligt bij ons het afval? En hoe willen we dat aanpakken en meer circulair maken? Dus dat is dan in eerste instantie, omdat je natuurlijk zoveel locaties hebt, is dat natuurlijk ook heel logisch dat je dan eerst ook bij jezelf gaat kijken. En daar werd bijvoorbeeld een voorbeeld gegeven van de provincie Flevoland, hè, dat dan het koffiedrap wordt opgehaald. Dat wordt vervolgens weer, worden oesterzwammen opgekweekt, ja. Daar komen weer kroketten van en de kroketten komen weer terug bij de provincie. Dus zo heb je dan weer een heel mooi, cirkeltje weer rond. Zij hadden ook een zakje soep. Dat ligt daar nog. Kun jij mij die aangeven, Gerard? Ik heb daar een... Ik heb het zakje soep gemist. Want de mensen in de deelsessie hebben die gekregen. Make soup, not waste. Maar als het goed is, zijn die straks bij de uitgang voor de andere mensen ook nog beschikbaar. Dus dat is echt wat jij dan ook zo mooi schetst. Dit is dan make soup, not waste. Maar net had jij een heel mooi voorbeeld, make kroketten, not waste. Dus daar is vast ook nog wel iets moois omheen te verzinnen. Absoluut. En wat ik heel leuk vond bij Waste to Success, en dat daar ook Urban Village en Jongeren in de Stad aanschoven, daar ging het heel erg ook weer over die samenwerking. Maar daar wordt het weer veel meer belicht vanuit het maatschappelijke oogpunt. En hoe kun je nou echt die verbinding creëren? En dat ze erachter waren gekomen dat koken gewoon heel erg verbindt. En dat dat ook helpt, niet alleen voor verbinding tussen mensen, maar ook verbinding met de producten met die van het land komen. En daarmee ook verbinding krijgen met het onderwerp voedselverspilling. En daar ging het volgens mij ook heel erg over van hoe kunnen we nou zorgen dat mensen uit Lelystad en niet alleen mensen uit Amsterdam en Almere dat gaan doen, maar ook echt mensen uit Lelystad daar terecht gaan komen. Dus ja, vond ik ook weer die andere invalshoek. Ja, heel mooi hoe je ook inzoomt van het grote, van de grote keten, van de paarse peen, terug helemaal naar de consument, dat koken belangrijk is en dat je ook op zo'n manier dat samen kan doen. Ja. Heb je daar nog iets aan toe te voegen? Mooie voorbeelden nog van bij jou uit de praktijk? En anders hebben we natuurlijk ons eigen praktijkvoorbeeld hier op locatie. Ik vond wel met koken en verbinden wat ik wel leuk vind. Ik heb zelf naast Greendish heb ik een heel klein bedrijfje. Maar waar ik ook, en dat noem ik eten, of ja, het heet Smart Cookie. Maar ik noem het, mijn tagline is eten en verbinden. Omdat ik dat dus inderdaad ook altijd zie. Wat ik doe is aanschuifdiners, bijvoorbeeld vegetarisch, veganistisch koken. En dat we dan echt aan tafel in gesprek gaan over mensen die nooit vegetarisch eten of veganistisch eten. En dat je dan kunt praten over wat dat betekent en waarom het zo lekker is. Dat verbinden vond ik daar ook alweer een heel mooi voorbeeld van. Ja. Maar dat je ook daar weer kunt praten over voedselverspilling. En soms met hele simpele kleine tips die voor mij heel normaal zijn, maar ook weer anderen inspireert. Dus mooi. Laten we meer koken met z'n allen. Laten we meer koken met z'n allen. En om dan helemaal naar de beginvraag van vanmorgen terug te gaan. Toen vroeg ik u allen, wie verspilt er wel eens voedsel? En dan gingen bijna alle handen omhoog. Ik wil het nu omdraaien. Wie van jullie heeft de intentie, gaat er ook echt mee aan het werk om in ieder geval te zorgen dat we over die 97 maanden toch wel dat deel van die voedselverspilling heel erg omlaag hebben gehaald? En ook hier gaan gelukkig alle handen omhoog. Dank u wel tot zover. Voordat we gaan lunchen, nodig ik graag Gerhard uit. En dank je wel, Lieke. Dank je wel, alle andere sprekers. Kijken of ik er goed voor ga staan. Ja, heel belangrijk, want dit is Gerhard Vlantua. Gerhard. Ik ben boer-kok, cateraar van deze locatie. Wij zijn een lunch aan het voorbereiden, straks ook voor Floriade-bezoekers. We verwachten hier in deze school of in deze schuur straks grotere aantallen groepen. Dat doen we met boerenproducten. We hebben bijvoorbeeld een sandwich. Die sandwich wordt gemaakt van een tramezzini brood. Van één brood krijg je 40 puntjes. Daar proberen we heel strak mee te werken. Er zit een scharrelei mayonaise op. Wat jullie straks eten, die komt van Nico Knook van de Meeuwenweg. Er zit een worteldip op, die komt bij Zonneheert vandaan. We hebben een klein beetje wortelmayonaise. We hebben een broodje van een Marokkaanse bakker hier uit Lelystad. Daar ligt een kaasdip tussen. Die kaasdip die houden we weer over van, van de grotere schijven kaas die we snijden voor de tosti's op het restaurant, op het vliegveld. Dus dan hou je al die kontjes over en dan maken we dan weer de mix van voor hieronder. Er zitten gele bietjes tussen en rode ui. En we hebben een pompoensoepje. Alles komt hier binnen, eigenlijk binnen de grenzen van
zelfs van zuidelijk Flevoland, of nee, oostelijk Flevoland. Oostelijk, ja. Ik neem het elke ochtend een beetje mee. Het is best wel veel moeite om gericht die hoeveelheid te halen die je nodig hebt. Maar dan heb je ook een redelijke lege koelkast. En dat is voor ons ook wel heel belangrijk. Nou, ik wil jullie heel graag uitnodigen voor de smakelijke lunch zo direct. En veel plezier nog vanmiddag. Dankjewel. Voor de mensen thuis, de smakelijke lunch, daar gaan wij hier van genieten in de kas hiernaast. Wij wensen u thuis ook al een eetsmakelijk. Fijn dat u mee heeft gekeken. Dank aan iedereen die hier was. Dank aan alle gastsprekers voor jullie mooie, inspirerende verhalen. Laten we werk maken van minder voedselverspilling. En tot ziens.